De meeste mensen hebben gewoon zin in een lekker potje voetbal. Omdat de twee ploegen zijn met veel kwaliteit, zeker in aanvallend opzicht op het veld. Opzicht van Heerenveen kent geen verrassingen. Lammers in de spits. Flap dus in die nieuwe rol wat vanaf de linkerkant spelend. Hij krijgt dus weer de voorkeur daarin behoven Johnson die op de bank zit. Daar waar VVV Wol wat heeft moeten schuiven. Achterin ook al met Koen die terug is bij Heerenveen tegen Heerenveen. Lima is afwezig. Susic en Post nu op het middenveld. Daar waar Van Brugge op de bank zit en Lindhorst geblesseerd is. Joosten, Opoku en Van Ooyen ondersteunen Malappa. Van Amersfoort. Een momentje. Even een rondje om zeker te weten dat er niemand achter hem staat. Uiteraard een van de mogelijke kandidaten om de nieuwe trainer van Heerenveen te worden. Jansen. Wordt druk overlegd en gezocht naar de mogelijke opvolger. Hier is Flap. Nou, die moet hem maar maken ook. Maar een maken gaat hem wat minder makkelijk af de laatste weken. En dit soort kansen, twee maanden geleden had je er zeker gezegd van, nou dat is een doelpunt, dit is de 1-0 voor Heerenveen. En nu hou je toch enig voorbehoud, juist omdat Flap hem wat minder makkelijk maakt. Hey. Van Bergen. Lammers. Mooie beweging, balletje op Van Bergen, net te hard. En dus voor Oenestal. Volgt ze natuurlijk wellicht ploeggenoten, Oenestal en Lammers. Oenestal naar PSV. Lammers gehuurd van PSV. Lappa gezocht. Heuwe verdedigt dat. Flap kan meegeven. Rienstra heeft Lammers en Van Bergen voor zich. Paas wat te veel naar de binnenkant, maar daardoor kan Van Bergen er langs. En heeft hij de kans. 1-1 met de keeper. Maar Oenestal is een goede keeper. En die voorkomt hiermee de 1-0. Rienstra met een slimme beweging zet diezelfde aanval op. Dan is zijn paas niet briljant, maar omdat hij niet briljant is, pakt het wel weer heel goed uit. Daardoor heeft Van Bergen precies de ruimte die hij nodig heeft om langs Jansen te komen. Pijn is er bij Doker Smit. Spel mag door. Jansen met het schot. Dat vliegt om. Ja, wat Doker Smit nog even moppert. Flap. Piri. Kobayashi krijgt tijd om aan te nemen. Nu steken. Goed balletje. Nou, volgende kans Flap. En nu zit hij er wel in. Daar is hij dan eindelijk. Weer eens een treffer van Michel Flap. Ja, je ziet echt hoe zeer Flap hier aan toe was. Loopactie op het juiste moment. De paas op het juiste moment. Dan krijgt hij niet eens perfect mee. Maar maakt hij hem wel perfect af. Heel beheerst. Dat is lekker gedraaid en geschoten. De eerste echte redding die Haan moet verrichten. Ook hij met zijn voeten, zoals Oenestal dat eerder deed. Piri gaat dat luchtduel wel aan met Opoku. Van Amersfoort. Post in de achtervolging. Post, dat is niet de plek voor zo'n hakje. Klaarleggen en het schot levert geen doelpunt op de bal op de paal. Van Rienstra, die het niet kan geloven. Oh, nog een keer slecht uitverdedigen. Weer Van Amersfoort die over kan nemen.
Dit is niet een typische VVV-wedstrijd. Zo laks, zo zwak als er af en toe wordt verdedigd. Rienstra dicht bij 2-0. Mlappa. Nog steeds Mlappa. Met de slaging van Piri niks opleverde. Bal wat veel naar de buitenkant, Susic. Draaien en voorgeven. Dat is goede communicatie tussen Heu en Haan. Waardoor er snel kan worden omgeschakeld. Bal kan naar Flap, bal kan naar Lammers. Het wordt Lammers, in het midden is Flap. Lammers nu naar Van Bergen, ja. Rienstra, Lammers en Flap voor het doel. Van Bergen. Heel makkelijk langs bij Jansen. Strakke voorzet en Lammers! Stuit op Oenestal. Remmer van Woudenberg. Piri. Het overkop is begonnen. Weinig rust. Lammers van Amersfoort. Daar is Flap. Krijgt hem op zijn rug. Dan is het wel heel lastig om veel snelheid mee te geven aan die bal. Lammers, dat is slordig balverlies. Susic kan naar Mlappa. Heu ertussen. Moet er nog een keer tussen. Joosten dan. En Piri ertussen. Heu. Kobayashi, oh, lekker weggedraaid bij Susic. Mooie actie. Lammers in het midden, weer zo'n steekpaas. Nu doorzien door Rutte. De ruimtes lijken wat groter te worden opeens. Wanneer komt die steekpaas op het juiste moment? Nu dus, en daar is dan ook meteen de 1-1. Susic geeft, Grob maakt af. En uit een van de eerste kansen van VVV in deze wedstrijd. Scoort het dan meteen, want ja, Heerenveen en de nul houden, dat is niet de beste combinatie dit seizoen. Hoewel Heerenveen dus lang de bal heeft, wint Jansen zich op langs de zijlijn. Die is niet helemaal blij wat er met die bal gebeurt. Nu misschien Torsby. Kappen en schieten, nee, het blijft bij Kappen. Schaars, Mlappa, krijgt de bal tegen zich aangeschoten. Dan is hij voor Piri. Die meer en meer als een soort middenvelder is gaan spelen. Echt voor zijn verdediging. Schaars. Dan zit Flap. En krijgt hij de vrije trap. En daarna volgens mij moet op zijn hand staan. Het wordt Flap. Maar recht op onderstap. Jansen weer terug. Torsby. Van Bergen. Lammers eerste paal. Daar gaat de bal overheen. De kopbal. Oh, wat een mooi doelpunt. Zijn tweede. Prachtige raarhoor door Flap. Wat timt hij goed, wat kopt hij fraai. De voorzet is goed, de kopbal nog beter. De beheersing bij de 1-0. En dit is echt een uitstekende kopbal. 16e doelpunt van het seizoen door de middenvelder van Heerenveen. Post. Pijn bij Susic. VVV voetbal door, zoals iets niet. Joosten. Wat van Joosten recht op Haan. En dan legt Dieperink het spel maar even stil. Hij heeft verzorging nodig. Zoals iets. Dat zijn de opties voor Stijn. Maar... voor Stijn, leuk. Nou, daar is zijn zoon. Die nog 10 minuten plus wat extra tijd mee mag doen. Een beetje vasthouden.
Maar VVV blijft in balbezit. Tijd begint te dringen. Nog nooit gewonnen in de Eredivisie bij Heerenveen. Thuis ook trouwens maar één keer gewonnen van Heerenveen in de Eredivisie. Stijn met zijn laatste instructies. Ze hebben een inworp. Het is handig als iemand die gaat nemen. Post geeft aan wat het idee is. Drie man achterin. Grot erbij in het centrum. Niet iedereen snapt nog precies wat de bedoeling is. Mlappa. Jansen. Daar komt dan het echte slotoffensief van VVV. Met de extra mensen voorin. Maar weinig verdedigers. Heu die dat op moet lossen voor Heerenveen. Torsby wint wel in de lucht, maar kopt de bal de verkeerde kant op. En Mlappa heeft hem nu. Heeft Stijn bij zich. Hij geeft hem aan Grot. Dat is geen gekke gedachte. Dekker vanuit de lastige hoek. En daar is Stijn. En dan zit hij erin. En heeft hij gescoord. Het zijn de invallers die het doen. En voor de familie is dit wel een hele bijzondere natuurlijk. Ja, trotse trainer, trotse vader. Zijn doelpunt. Zijn eerste. En nadat Grot het als invaller deed. Een noodgedwongen wissel. Omdat Sam Stijn moest komen door de blessure van Susic. En hier staat hij op de juiste plek. Grot krijgt de bal. Draait door. Het is een harde voorzet. Randje buitenspel. Dekker schiet hard. Voorlangs. Stijn op de juiste plek. En dan is het afgelopen. En eindigt het dus in 2-2. En blijft het dus in evenwicht. Hij de meest trotse. De meest blije van allemaal. Sam Stijn met een later gelijkmaker. Ja, de meest trotse loopt misschien daar wel.